Weet je hoe schadelijk deze dingen zijn? Deze is best wel zuinig. Maar nee. Mijn specialisme is de liefdesrelatie en in het kader van liefde pleit ik voor een scootervrije wereld eigenlijk. Te beginnen met Amsterdam. Zolang ik me kan herinneren erg inmiddels aan. Tot het moment dat ik me erin ging verdiepen en berichten las over hoe schadelijk ze zijn en hoe ongelooflijk vervuilend. En dat ze eigenlijk officieel niet eens zouden mogen rijden. En toen raakte ik steeds meer geïrriteerd en geërgerd en ook bezorgd om die merkwaardige paradox. Dat zulke ongelooflijke giftige dingen niet mogen rijden. En ja, gewoon onze gezondheid echt ernstige schade toebrengen. Ik geloof hier in Amsterdam is het, geloof ik, 5% van het wegverkeer. En 25% van de vervuiling. Maar de meest schadelijke, ongezonde plek om in Amsterdam te verkeren, of überhaupt, dat is dus bij het stoplicht achter een scooter. Ja, ik blijf het wel rijden, denk ik. Het is niet dat ik daardoor een enorme scooter zou rijden. Het is makkelijk. Ja. Ja. Als ik veel mijn laptop mee moet nemen en spullen, dan is het moeilijker om die aan mijn stuur te hangen dan als ik die gewoon daarvoor opzet. Omdat het heel handig is in de stad. Als je je afvraagt wat voor mens wil ik zijn en wat voor wereld wil ik leven, dan is de schade die je veroorzaakt met een gemakkelijk vervoersmiddel, dat staat zo niet met elkaar in evenwicht. Als je echt heel even verdiept in de schadelijkheid ervan, dan kan je echt maar één conclusie trekken. Of neem het openbaar vervoer, alles op de fiets zou ik zeggen, dat is toch wel het beste vervoermiddel, of lekker lopen. Ja, of koop een elektrische scooter, die zijn ook heel leuk. Een auto is minder schadelijk dan een scooter. Ga ik volgende keer met de auto. We hebben de wereld een klein beetje. Ja. Ja.